Hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is zij. Dankjewel, dankjewel. Gefeliciteerd, lieve verjaardag. Jongens, 22 is ze alweer vandaag. 22 is het aantal. En ik eet haan. Nee, hoe voelt dat? 22. Ja, hoe voelt dat? Oud. Nog hetzelfde. Je voelt niks. Denk pas als je 30 bent, dat je dan gaat merken. Dat je dan denkt, oh. Over 10 jaar ben je 32. Ja, nou, dat vind ik nog best oké. 32 vind ik niet zo jong. Ik vind het best wel jong. Ik vind het best wel jong. Ja. Best wel jong, dat is gewoon jong. Dat is jong. Dat is jong. Dus, en wat ga je allemaal doen? Mijn moeder komt vandaag. Je moeder komt vandaag. Even voor de mensen die het niet snappen. Dit is op zondag ervoor. Maar ze is gewoon jarig. Ik ben gewoon jarig. Je bent gewoon jarig. En vanavond gaan we lekker snoeperijtje doen. Ja, met de vriendinnen. Of ja. In ieder geval niet iedereen komt. In ieder geval deze vriendin allemaal. Eén vriendin. Nee. Eén vriendin plus deze. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Zo gezellig. En vanavond dus een feestje met vriendinnen. En op 24 april is mijn verjaardag, komt mijn moeder langs. Weet je al wat je krijgt van je moeder? Ik heb van mijn moeder een stofzuiger gekregen. Oh, zonder stofzuigerzak. Kan ik iedereen aanbevelen, want het is echt zo bevredigend. Jij hebt er ook een, hè? Ik heb er ook een. Het is echt heerlijk. En als je wat opzuigt, dan zie je precies dat je iets hebt opgezogen. En dan denk je, nee, mijn lippenstift. En dat het draait dan rond, zo in die cabine. Maar ja, dat kun je. Dat is een heel leuk cadeautje van je moeder. Leuk, hè? Ja, en van mijn vader natuurlijk. En van je vriend? Weet ik nog niet. Oeh, parachutesprong? Niet meer. Dus Jur, geen parachutesprong. Nee. Ik heb natuurlijk ook wat gekocht, Willemijn. En ik heb vandaag lekker extra lang over alles gedaan. Zodat het filmpje pas om het eind van de dag gefilmd kon worden. Ze loopt al de hele tijd te lemmen naar die tas die ik hier heb. Ah, het is en ze er voren. En constant loopt ze te zeiken van, ben je nou klaar? Ben je nou klaar? Mara is van de Sephora. En nou, bij deze dus, de leuk van de Sephora, hè, laat ik officieel doen. Lieve schat, van harte gefeliciteerd. Met je 22e verjaardag en bedankt dat je altijd zo'n lief vriendinnetje voor mij bent. En vandaar heb ik een cadeau. Nee. Je mag hem uitpakken. Mag ik hem uitpakken? Ja. Dankjewel. Je mag hem uitpakken. Wat ben je toch? Geweldig. Maakt me niet uit wat erin zit, het is toch altijd leuk. Ja, nou. Het is in ieder geval van goud, hè? Goud? Nou ja, het papier is goud. Oh. Ja, het is wel voor een deel een beetje goudachtig. Weet je wat het is? Heb je een idee? Nee, weet je het? Nou, dit is toch wel een ideetje. Jawel, maar ik vind het leuk om toch een bepaald te horen. Oh. Nou, dan komt hij hoor. 3, 2. Maar 2 is te cool. Te cool, hè? Ja, ik wilde 1. Ik zat al te lemmen op 1, maar ik dacht, ik vind het zo duur. Ja, jongens, voor jullie denken jullie misschien... Het is hartstikke duur, 10! Het was korting, jongens. Dat moeten we even gezegd worden. En ik dacht van, nou, hè? En ik weet je wat het was? Ik was aan het bedenken, denk ik. Ik dacht ook inderdaad, ja, nee, toch misschien wel een beetje duur. Misschien heeft Willemijn zoiets van, nee, hoeveel te duur, ben je helemaal gek. Dat denk ze ook. Maar ik had zoiets van, ik liep door die Sephora uit. En dacht ik eerst nog, misschien een leuk highlightertje van Dior. Maar dat is ook altijd wel duur. En er was niks leuks bij Dior. Dat klinkt heel stom. En toen dacht ik elke keer van, ja, wat heb je nou aan één highlighter. Als ik voor hetzelfde bedrag 10.000 kleurtjes kan kopen. Dus ik dacht, dan toch bij Naked. Ook al is Naked 1, heeft iedereen die al lang. Maakt niet uit. Maar ik had hem nog niet. Maar jij had hem nog niet. Dus ik dacht, je bent van de warme kleurtjes en dat naturel, dus ik denk nou. Oh, nou, happy. Zitten. En voor wie denkt, jemig, wat geeft zo'n duur cadeau? Dat doen wij altijd, Martien. Dus, we hebben niet zo heel veel vriendinnetjes, dus dan. Nee. Mooi, hè? Ja. Oh, waarom ben ik al opgemaakt? Hey, en een kwast. En een kwast zit erin. Oh, en een kwast. Oh. Nou. Helemaal Willemijn, dat palet. Wat lief. Helemaal Willemijn. Ik dacht het al, maar ik dacht, ik durf er niet op te hopen. Want als ze het doet, is ze echt gek. Want het is echt fucking duur. Ja, is wel duur.
Maar dat was korting, hè? Dus dat, ja. Gelukkig. Gelukkig is rond onze verjaardag altijd korting, want ik heb altijd de lenteverkorting. Ja. En jij hebt altijd de kerstkorting. Ja. De lente- en kerstkorting. Ja, dat is wel echt gelukkig dat jij rond april jarig bent. En ik rond de kerst. Oh, wat lief. Nou, ik hoop dat je er blij mee bent. Ja. En wat willen wij? Wij willen natuurlijk vandaag... Willemijn vroeg wat voor tweede artikel doen we dan. Ik wil gewoon een verjaardagslook zien met naked pen. Voor dinsdag. Oh, voor dinsdag? Voor vandaag dus. Ja, maar dat kan niet. Hoezo? Hoeveel tijd heb ik niet? Maandag. Kan je toch maandag. Oh ja. Of morgen. Ik ga mijn best doen. Ga mijn best. Ga je morgen wat leuks maken. Jullie moeten mij even laten weten of jullie nog een review van deze willen. Of in ieder geval sartjes of wat dan ook. Want het is al heel veel geschreven. Maar ik vind het natuurlijk geen straf om hier ook nog een artikel over te schrijven. Of we kunnen dus, een keer doen dat ik een naked 2 look maak en Willemijn een naked 1. Misschien is dat leuk, omdat het toch wel vaak al gewoon reviewd en geswatcht is. Laat jullie maar weten. Ja, ook een leuk idee is misschien. Hoeveel kleuren zitten in elk? 12. 12. Dan doen we allemaal nummertjes in een pot. Met allemaal 1 tot en met 12. En dan gaan we nummertjes trekken. En dan met het zoveelste kleurtje in de rij moet je gewoon verplicht een look maken. Dus als je gewoon 11, 12 en weet ik veel, 3 hebt, dan moet je die kleuren op een rij gebruiken. Oh, dat is wel een leuk. Nou goed, laat maar weten wat jullie ervan denken. Ja. Ah, ik ben al helemaal blij. Wat lief. Nou, Jordan, top dead. Motherfucker. Je kan er soms helemaal niet tegenop. Oh, nee hoor, joker. Oh, wat lief. Ja, mooi. Ah. Jongens, heerlijk. Nou, goed. Alvast bedankt voor alle felicitaties. Alvast bedankt voor al jullie felicitaties. En dit was het. Tot de volgende keer. Doei!